laten zien. En er zijn eigenlijk drie redenen waarom ik dit moment hier de komende twee uur samen met jullie wil beleven. Ten eerste, jullie hebben al een fameus applaus gegeven. We gaan hier straks kijken naar een musical met een schitterende cast. Het feit trouwens dat jullie hier vandaag zijn, is te danken aan de fantastische keuze die ze op jullie school gemaakt hebben. Niet in alle scholen gebeurt dat. En ik vind dat iedereen deze musical zou moeten kunnen zien. Ik heb zelf de musical nog niet gezien, maar ik ben hier ook omwille van het thema. De Tweede Wereldoorlog, voor jullie misschien veraf, maar het is een oorlog die jullie grootouders en zeker jullie overgrootouders meegemaakt hebben van heel dichtbij. En vrienden, beste jongeren, deze oorlog en de thema's zijn thema's die ook vandaag actueel zijn. Je zal straks momenten zien, mensen zien die niet vrij zijn om te denken of die gestraft worden voor zaken die ze denken. En dat mag echt nooit meer zo zijn. Laat jullie inspireren door de boodschap die je straks zult krijgen. Jullie zijn onze toekomst en er is geen enkel ander gezelschap met wie ik deze musical zou willen zien dan met de jeugd, de volwassenen van morgen. Jullie dus. Laat er ons van genieten. Laat er ons inspiratie uit opdoen. En put er geloof uit dat het kan zonder radicale gedachten in de toekomst. Dank u wel en veel succes. Ik vond het fantastisch en ook heel, heel ontroerend. Ik heb toch een paar momenten gehad waarop ik echt met open mond zat te kijken naar de hele voorstelling. Ik denk dat we een verhaal moeten vertellen, dat het verhaal telkens opnieuw het juiste verhaal moet zijn. Dus je past u niet echt aan of zo hoor. Alleen op het einde, hè? Op het einde bij de beuging. Ja. Daar, normaal buigen nog vier keer, maar kinderen hebben de neiging van pas te applaudisseren wanneer je buigt. Dus niet wanneer je opkomt of zo. Dus hebben we afgesproken dat we gewoon na het nummer 1 zwaaien en dat we dan afgaan. Ja. Maar ik denk wat wij doen met dit verhaal, dat heel belangrijk is om dat aan jonge mensen te vertellen. Omdat niet alleen ik, maar veel mensen hebben de indruk dat de Tweede Wereldoorlog en de problematiek daar rond, dat die bij jonge mensen niet meer zo in het geheugen zit. Dat die verhalen minder worden verteld thuis. Het is ook de bevrijding is bijna 75 jaar geleden. Dat is echt lang geleden. Dus het is heel belangrijk dat we dit verhaal laten zien. En natuurlijk, we mogen daar niet flauw over doen. Een schoolvoorstelling is, de sfeer is altijd wel wat anders dan een gewone avondvoorstelling. Als er een kus is, dan heb je het gehoord. Hè? Ja, en als er een slag in zijn gezicht krijgt, dan hebben we het ook gehoord. Maar ik denk... Maar ze leven mee, hè? Voilà, ja, inderdaad. En ik denk, het doel zijnde dat we hier toch een klein beetje iets bijbrengen over hoe het toen was, dat werkt. Die mensen gaan daarmee naar huis, die pakken dat mee. Dus ja. Dat lukt ons wel, denk ik. Hoop ik. Dat hopen we. Maar ik denk het wel. Dus, we zijn blij dat we dat kunnen doen. Tijdens het einde van de oorlog bij de bevrijding werden de zwarte, de collaborateurs, wel hard aangepakt. En dat ging met naakte door de straat moeten lopen en haar afknippen en zo. In de reguliere voorstelling zie je dat ook echt. Zie je vrouwen, mannen echt naakt. Tijdens de schoolvoorstelling dachten we, dat gaat waarschijnlijk net iets te ver gaan. Net om die reden wat we daarnet al zeiden. Hè? Als er al een begint te kussen en je hoort reactie en zo, dan weet je dat je bij zoiets... Dat moet ook niet. Dat zullen de leerkrachten dan wel op school nog meegeven, ja. Hoop ik. Maar dat is ook niet, denk ik, ook niet de essentie dat nu anders is. Ik denk het belangrijke is dat ze zien... Ik bedoel, scène 6, voor mij is dat scène 6, wanneer de vrouwen en de mannen worden gesplit om elkaar nooit meer terug te zien. Ik denk als je dat op 12, 13, 14 jaar ziet en dat niet weet, dan denkt, wow, dat is iets waarmee volgens mij naar huis gaat. Dat kan maar aan, ja. Ik heb hier 1600 jongeren samen gezien die samen met mij eigenlijk met open mond gekeken hebben naar
beelden, fragmenten uit die zo verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog. En door de manier waarop alles voorgesteld wordt, je wordt eigenlijk deelgenoot van een gezin. En een gezin dat verscheurd wordt omdat twee broers een andere keuze maken, wordt het zo geloofwaardig, zit je erin. En je ziet ook de vernietigende kracht van het idee dat bepaalde soorten mensen geen mensen meer zijn. En dat ik vind het heel belangrijk dat men vandaag dat ook ziet. En hoe belangrijk het ook is dat je mensen altijd als mens blijft beschouwen en dat er altijd oplossingen zijn.